De overheid vraagt geen financiële bijdrage voor het plaatsen van statische beveiliging voor repatrianten in thuisquarantaine. Repatrianten zijn Surinamers die uit het buitenland zijn teruggekeerd. Kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, verduidelijkte dit via de media nadat er op social media een formulier rondging van een COVID-19 thuisquarantaine overeenkomst. Hierin is opgenomen dat een repatriant die thuisquarantaine wenst een bedrag van 9.500 SRD moet betalen. Volgens de overeenkomst zijn deze kosten bestemd voor bewaking en beveiliging. De NCCR-topman benadrukt dat deze gelden niet bestemd zijn voor de overheid. Repatrianten mogen volgens hem na de verplichte 2 weken in overheidsquarantaine op een door de overheid aangewezen quarantainelocatie blijven. Zij mogen ook bepalen als zij naar huis willen met verplichte statische beveiliging. In het laatste geval moeten zij zelf de particuliere beveiligingskosten betalen en niet de overheid.